De corner van Rusnak. Zrelak niet. Is dat Hens? Nou, dat maakt niet uit, want het is het doelpunt. Vorige maand speelden jullie dus ook tegen elkaar. Stonden jullie ook allebei in het veld. Hoe was dat voor jou? Ja, dat is wel een beetje vreemd trouwens. Normaal speel je natuurlijk altijd met elkaar. Je trekt dagelijks met elkaar op. En dan sta je ineens veld tegenover elkaar. En dan ben je gewoon elkaars vijand eigenlijk. Lekkere steekpaas. Now, of course, I was in a good mood, you know, because we beat Holland. Nobody expected that. But, you know, when you go to international team, you have to switch off from the club, you know. So when we came back to club, you know, we were playing together again. So, it's no difference, you know. International games are different than the league games. But some jokes? Yeah, some jokes, of course, you know. But I'm not going to say too much, you know, because there's another game tomorrow. And then, you never know what's going to happen. Matos Bero. Wat zijn de grappen die voorafgaande aan deze wedstrijd zijn gemaakt? Ja, nu valt nog wel mee. Ik heb niet zoveel gesproken afgelopen week, maar we hebben een beetje contact van maar. Contact gaat over de wegen hier, dat het niet best zijn en dat het allemaal een beetje grauwer is hier. Maar laat morgen dan maar oranje zijn. En dan komen de grappen vanzelf? Dan komen morgen wel weer de grappen, want als we winnen dan gaat hij dan nog lang horen, denk ik.